En als laatste het Bitcoin nieuws. Er is dus een hoop gebeurd weer in Bitcoinland. Iedereen was heel benieuwd over 1 augustus, want er was strijd in Bitcoinland. De blocks zijn vol. De blockchain, een chain of blocks, daar kunnen 2000 transacties op dit ogenblik in, 1 megabyte. En er was een enorme discussie hoe dat ding groter gemaakt kon worden. Er zijn er dus nu 2. De ene heet Bitcoin, de gewone. Daar gaat het prima mee. De koers is nu 2700, maar dat gaat een beetje omhoog en omlaag. En de nieuwe heet Bitcoin Cash, BCH. En het grappige is dat iedereen die Bitcoin had, heeft nu 2. Een oude Bitcoin, de gewone Bitcoin, en de Bitcoin Cash. En de vraag was natuurlijk, wat wordt die nieuwe Bitcoin nou waard, die Bitcoin Cash? Nou, die is dus snel van 200 naar 500 gegaan. En die zit nu ongeveer op 317. Dus in plaats van 1 munt had je opeens een muntje erbij van $317. Een heleboel mensen zijn van de Ethereum en andere munten zijn die naar Bitcoin gaan kopen. Hebben de split afgewacht, die dus op 1 augustus 1:15 in Nederland plaatsvond. En nu heeft iedereen er 2. En dan is de vraag, wat gaat die munt nou doen? Nou, alles bij elkaar is die nieuwe munt opeens 5 miljard waard. Bitcoin is 45 miljard waard. De Bitcoin Cash is 5 miljard waard, samen 50 miljard. Dat is meer dan 50% van zeg maar de 100 miljard die de cryptocurrencies op dit ogenblik waard zijn. Ether houdt aardig zijn waarde. $220 is nog 20 miljard waard. Daar gaat het ook vrij goed mee. En er komen allemaal nieuwe munten uit, vooral via de ICO's. Kijk eventjes gewoon naar de Blockchain Innovation Conference. En naar de ICO gesprekken met Richard Kastelein en Mark van der Gijs. Dat zijn de interessante dingen daarover. Maar goed, dus als je dus eventjes iets in Bitcoin had gedaan, had je gewoon meteen weer 10-20% gewonnen. En überhaupt is het weer een goede tijd voor de cryptocurrencies. Ik merk hier in Nantucket dat heel veel mensen er eigenlijk van gehoord hebben, maar nog geen idee hebben, maar wel geïnteresseerd. En ook eigenlijk denken van, wat moet ik hier nou doen om mee te investeren? Nou, ik ben zelf iets nieuws aan het doen en dat heet mining. Want eigenlijk is dat gewoon je eigen drukpers maken. Maar alle computers die in het Bitcoin-netwerk zitten en die helpen om die transacties eerlijk te laten verlopen, dat heten de miners. Nou, dat zijn computertjes, die sluit je aan. Je meldt ze aan bij een miningpool en dan beginnen ze geld te genereren. En ik heb er dus nu 40 gekocht, samen met 2 vrienden van mij. En we zijn aan het kijken, die gaan we neerzetten en die gaan we laten lopen. En dan is het aardige is dat er dan elk moment gewoon geld wordt gecreëerd. Ik heb een L3 Plus en een D3. Dus 20 L3 Plus'en en 10 D3's gekocht. En die gaan, als ze aankomen, want ze zitten nu tussen China en hier, dan gaan we ze op een elektriciteitsnetwerk aansluiten. Sluiten ze op internet aan en dan beginnen ze geld te creëren voor mij. Elke dag krijg ik nieuwe cryptocurrencies. En het lijkt erop alsof die dingen zich in een maand of 3 terugbetalen. Dus zichzelf 4 keer over een jaar. Dat je dan je geld terugkrijgt. Dus het is op zich een goede investering. Ik ga daar verslag van doen. Ik laat je zien hoe het werkt. We hebben ook allemaal nog slimme trucs gaan we verzinnen. We gaan ze in olie zetten, zodat ze veel beter gekoeld worden. Dan kunnen ze overgeklokt worden. Dan gaat het weer nog beter werken. Dus dat is het nieuwtje wat ik jullie niet wilde onthouden. Daar krijg je meer over. Daar ben ik dus nu heel erg veel over aan het lezen. De hele mining community. Uitermate interessant.